Op zaterdagavond kon er getrakteerd worden. Als je tenminste je weekloon had gebeurd. En de straathandel bood een uitgebreide keus nu al lang vergeten lekkernijen. Karootjes uit het zuur. Of hete bonen op de Nieuwmarkt. Daar warme peertjes in de Jordaan. Tot laat in de avond galmden de roepen. En op de vroege zondagmorgen ging het door met de nieuwe noten, kersen, radijs. Ach ja, wat kon je vroeger op straat niet snoepen? Snaaien. Nasch. Ze willen warm. Ik heb ze bekogeld heen. 6 cent voor Jos. Ik heb ze kogeld heen. Ja, dat waren de gepofte kastanjes. In de Ferdinand Bolstraat liet meer dan 50 jaar geleden een man met kastanjes met de volgende suggestieve en onverbiddelijke roep. Het binnen de eerste en het binnen de laatste. Het binnen de eerste omdat het eerste binnen. En het binnen de laatste omdat ik niet meer kom. Omdat ik niet meer kom. Omdat ik niet meer kom. We zijn yes! Lekkere warme peri. Lekkere warme peri. En het commentaar van de jeugd. Lekker eten boeren, jongens. Zacht eieren. Lekker eten boontjes. 2 centen lekker eten boeren. Kraak wie koop, lekker een nieuwe neut. Kraak wie koop, lekker een nieuwe neut. Haartjes uit de bijna zijn. Kom, kom, gezin. Voor een cent, een zakje peper erbij. Uit de kracht van een klein beetje schoon water. Dat was pepermuntpoeier. Dat loste je op in een beetje water en dan spoelde je in je mond. Uit de kracht van een klein beetje schoon water. Goud voor de keel en goud voor de mond. Goud voor de keel en goud voor de mond. Het is goud voor de keel en het is goud voor de mond. Ziet u ze nog voor u, die grote brokken honing die gehakt werden op de stap? Een stoot er die wijken, die binnen bruin en mooi, stoot er maar op.